Goedemorgen, dames en heren. Mag het iets harder? Heren, ik word naarmate ik wat ouder word een beetje doof. Goedemorgen allemaal. Dames en heren, van harte welkom in onze prachtige burgerzaal. En fijn dat we na 2 jaar allerlei ingewikkelde coronamaatregelen en alternatieve momenten deze bijeenkomst vandaag gewoon fysiek met elkaar mogen beleven. Samen, gelukkig zonder al te veel beperkingen. Het aantal genodigden hebben we wel een beetje beperkt en waardoor dit jaar net wordt een beetje anders, maar voor de rest is het als van ouds. En als burgemeester van deze mooie gemeente kijk ik altijd uit naar de jaarlijkse lintjesregen, want daarvoor bent u hier vandaag. Niet alleen vanwege de mooie, liefdevolle en soms ontroerende verhalen van al die werkzaamheden die u als vrijwilligers heeft verricht in de voorbije decennia, of omdat het fijn is, simpelweg om mensen in het zonnetje te zetten, die zich inspannen voor de medemens. Nee, maar ik kijk ook altijd naar die prachtige verhalen van mensen die hier naartoe gelokt zijn. Ook dit jaar hoor ik mooie creatieve verhalen. Zijn er mensen die in de veronderstelling zijn geweest dat ze voor een bespreking naar het stadhuis zijn gekomen. Maar de mooiste was toch deze. Iemand die liet weten dat hij iemand heeft gelokt onder het mom van u gaat naar een tandheelkundig onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, goed luisteren. Naar een tandheelkundig onderzoek naar de Universiteit van Amsterdam aan de Coolsingel. Ik mag vandaag namens Zijne Majesteit de Koning een aantal van u in de zaal koninklijk onderscheiden. En dit jaar hebben we evenveel vrouwen als mannen. Dat is wel bijzonder. En voor het overige gaat u lekker achterover leunen, maar dat gaat een tijdje duren. Ik wil daarom vragen meneer Soek, meneer Purper en meneer Van Zeeland Kruid naar voren te komen. Meneer Van Zeeland, onbekend maakt onbemind, een bekende uitspraak die best lieflijk klinkt, maar soms ook een soort containerbegrip is. De praktijk is helaas minder mooi. Onbekend maakt niet alleen onbemind, het maakt veel mensen ook bang. En die angst leidt soms tot uitsluiting, pesterijen en zelfs tot geweld. Er is de afgelopen jaren gelukkig al veel verbeterd voor mensen die niet in de traditionele hokjes passen qua seksualiteit en gender. Mede dankzij uw inspanningen al sinds de jaren 80 spant u zich in voor de ingewikkelde korting LHBTIQA+ gemeenschap. Zo was u in Os medeoprichter van de werkgroep homoseksualiteit en voorzitter van het COC. Dankzij uw streven naar rechtvaardigheid en gelijke behandeling initieerde u gemeente Os in 1991 een trouwregister voor mensen met een samenlevingscontract. 10 jaar voor de landelijke erkenning van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Na uw verhuizing naar Rotterdam kreeg u helaas persoonlijk te maken met onbegrip en angst. Moest u door vooroordelen en ontoelaatbaar gedrag naar een andere wijk verhuizen en uw werk als commissielid neerleggen. Een nare ervaring die u gelukkig niet heeft weerhouden toch uw missie te blijven voortzetten en te streven naar een situatie van vrede en veiligheid voor mensen die dat nodig hebben. Ook op het gebied van aidspreventie, buddyzorg en de strijd tegen anti-homegeweld. Integendeel, u werkt achtereenvolgens bestuurslid van de HIV-vereniging vrijwilligers bij de Ron Wegmanhuis, voorzitter van de stichting Ontenu en vrijwilliger bij de stichting Mara. Allemaal organisaties die zich inspannen voor de LHBTIQA+ gemeenschap en mensen met HIV en AIDS te ondersteunen. In Nederland, maar ook daarbuiten. De wereld zou voor velen een stuk vriendelijker voelen als het niet meer uitmaakt wat je seksuele oriëntatie, romantische voorkeur, gender of seksen zou zijn. En wie kan het schelen wat uiteindelijk de mensen in hun eigen huis doen of in hun eigen bed. Ik ben er zelf recent weer met de neus
op de feiten gedrukt toen een aantal Feyenoord supporters weer een aantal mensen in Rotterdam op een zeer onaardige manier is gaan bejegenen. Mensen zelfs is gaan aanvallen en zelfs in het stadion met teksten rondstrooide die echt daglicht niet meer mogen voorzien. Er is nog veel werk te verzetten voor u, voor ons en voor mij als bewaker van veiligheid in onze stad. Hartelijk dank. Meneer Soek, meneer Purper en meneer Van Zeeland, zonder betrokken mensen als u zou de wereld er een stuk minder mooi uitzien. Door mensen zorg te dragen, door samen zorg te dragen voor een leefomgeving die ons allemaal lief is, om daar iets moois van te maken. Een stad te maken die socialer is, waar mensen gelukkig kunnen leven. Als blijk van waardering heeft Majesteit hem behaagd om meneer Soek en meneer Purper te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau en meneer Van Zeeland tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ik wens u allen een feestelijke dag. En mensen die vandaag gedecoreerd zijn, u mag vandaag 24 uur per dag lopen met uw grote onderscheid. Sterker nog, u mag zelfs mee naar bed. Maar voor dagelijks gebruik vindt u in uw bescheiden die u gekregen heeft de kleine insigne. En die mag u gewoon elke dag dragen. Als u kunt staan, zou ik u verzoeken te gaan staan. Als u niet kunt staan, kunt u rustig blijven zitten.